Dit is Edith Tulp. En Edith Tulp heeft net uitgebracht haar tweede roman, Alleen Dapper te Zijn. Na haar roman De Bush-soldaat. En Edith Tulp is niet alleen schrijfster, ze is ook journaliste. En in die twee boeken speelt Afrika een hoofdrol, begrijp ik. En daar ben je ook veel geweest, hè Edith? Ja, ik heb heel veel in Afrika gereisd. Ik heb het wel eens opgeteld. Het is een beetje overdreven om het op te tellen misschien, maar... Je hebt het wel gedaan. Ja. Ik heb het toch gedaan. Ja. Iets van 26 landen. Ik heb in West-Afrika veel gereisd. In Oost-Afrika gewoond in Oeganda. En in Zuidelijke Afrika heb ik in Namibië gewoond. En in Zuid-Afrika... Dus ik heb het hele continent... Het hele continent, wat heel erg groot is vergeleken met Europa. Heel erg groot is. Heb ik in over zijn algemeenheid heb ik daar wel goed beeld van, denk ik. Waar komt die fascinatie vandaan voor Afrika? Eigenlijk begon dat met mijn allereerste reis naar Afrika in 1989... waar dit boek Alleen Dapper te Zijn ook op is gebaseerd... Die eerste reis die ging dwars door de Sahara via een route die je nu niet meer kan doen. Algerije, via Tamaraset naar Agadez. De Agadez en dan Agadez naar Mali. En in die tijd waren er een heleboel mensen die van die Peugeotjes door de Sahara brachten, hè, naar Westelijk Afrika. Maar dat was gewoon een toeristische trip? Het was eigenlijk een toeristische trip, niet helemaal zonder gevaar, want het is natuurlijk ook een heel erg rauw en uitgestrekt gebied. Heel woest. Ja. Heel woest, maar heel mooi. En dat was mijn eerste reis naar Afrika. En eigenlijk wel een van de mooiste reizen die ik heb gemaakt in mijn leven. Maar het zal een hele lange reis geweest zijn, of niet? Ja, de hele reis die duurde 3 maanden. En dat ging dan dwars door de Sahara, Niger, Mali naar de Ivoorkust. In mijn boek hou ik op in de Ivoorkust. Maar we gingen eigenlijk nog door naar Ghana... Togo, Ivoorkust, Burkina Faso en dan weer terug naar Mali. Dat was een reis van 3 maanden in zo'n overland truck. Ja, en daar is dat boek Alleen Dapper te Zijn, is daarop gebaseerd, zongen, op die route? Ja, op die route, op deel van die route. Ja, want het, ja. Is, ook, het is een avontuurroman en ook een liefdesverhaal. Hè? Ja, het is een avontuurlijke liefdesroman. Een avontuur, is niet ieder liefdesverhaal avontuurlijk. Nou. Ja, absoluut. Ja. Maar je zei net, die route kun je tegenwoordig niet meer doen. Nou, dat is wel een hele wrange werkelijkheid. Dat die route nu alleen nog maar door vluchtelingen wordt genomen. Vanuit Agadez. En eigenlijk is dat dezelfde route. Ja, vanuit Togo, Burkina Faso, als ze naar Europa willen. Als ze naar Europa willen. Hoewel die route is op het moment ook alweer afgesloten, geloof ik. Maar tot voor kort gingen een heleboel vluchtelingen die... reisde via Agadez door Algerije, door de woestijn, naar Marokko. En volgens mij, er zijn ook een heleboel mensen onderweg die hebben het niet overleefd. Ja, want dat was wel het verhaal wat je hoorde van al die vluchtelingen. Je hebt die route gelezen, het is een hele woeste route, zei je. Je komt dagenlang geen water of verblijfplaats tegen of geen oase. Ja, dat klopt. Dat is een vreselijke gedachte eigenlijk. Ik hoorde wel eens als mensen daar van de auto afvallen, dan rijdt de auto gewoon door en dan bekijken ze het verder. Ja, dan ben je echt verloren. Dan ga je het niet meer redden. Dan ga je dood. Ja, want die woestijn die is eigenlijk net zo groot als heel Europa, geloof ik zo'n beetje. Die woestijn, de Sahara, is 9 miljoen vierkante kilometer. Ja, nou, daar heb ik geen cijfers in, maar als ik zo op de landkaarten kijk, is... Van Noord naar Zuid-Algerije is bijna heel West-Europa, zomaar zeggen. Van Nederland tot Spanje. Ja, het is echt een gigantisch gebied. Dus als je daar ook maar een beetje van de piste afraakt... Want er gaat natuurlijk van piste doorheen, van een spoor waar alle reizigers doorheen gaan. Maar bij ons was het zo, als je van de piste afraakte... Dan ben je gewoon verloren. Tenzij je heel veel geluk hebt. Ja, als je daar verdwaalt, dan... Je hoeft maar een kilometer of 500 meter van de piste af te zijn en je kunt je al helemaal niet meer oriënteren.
En ja, dan kun je heel makkelijk omkomen van de dorst. Het komt in jouw boek ook voor, dat mensen zich niet meer kunnen oriënteren en terechtkomen in een zandstorm, want dat kan ook nog in die plek. Ja, precies, ja. Ja, de main character. De hoofdrolspeler, ja. De hoofdrolspeelster, dat is het. Ja, dat is het goede woord te horen, hoofdrolspeelster. De hoofdpersonage. De hoofdpersonage is Simone. Het gaat over Simone, die op reis is. Die verdwaalt op een gegeven moment in een zandstorm. En komt daar tot allerlei inzichten. Die zandstorm is even nodig om tot bepaalde inzichten te komen. Maar ja, dat is niet echt gebeurd, dat is fictie, maar het had kunnen gebeuren. Heb je zelf ook in een zandstorm gezeten? Nee, ik heb niet in een zandstorm gezeten. Ik heb het wel eens meegemaakt, het was een heel bizarre. Je kon nog wel telefoneren gewoon vanuit de auto, maar je kon helemaal niks meer zien hoe jij. Ik kon helemaal niks zien inderdaad. Nee. Ja, ik geloof wel een lichte zandstorm of zo, ik weet het niet meer zo goed. We hebben wel meegemaakt dat een lid uit die groep, die is op een gegeven moment een wandelingetje gaan maken in de woestijn. En die verdwaalde inderdaad. En die moesten we toen zoeken met de Overland truck. Dat was echt heel gevaarlijk. En die hebben we toen ook gevonden. Maar dat kan ook heel anders aflopen natuurlijk. Ja. Je hebt dat verhaal in de vorm van een roman geschoten. Die ervaring heb je in de vorm van een roman gegoten. Waarom niet gewoon een feitelijk verslag van hoe die reis is en hoe het nu is daar met de omgekeerde route van alle Afrikanen naar Europa willen? Ja, nou ik geloof dat ik vooral een fictieschrijver ben. Ik bedoel, dat is echt mijn genre, ben ik achtergekomen. Want dit boek is eigenlijk mijn eerste boek geweest. Dus het boek wat voor de Boeisoldaat is verschenen. En dit boek heb ik iets van 3 tot 4 keer herschreven. Want het probleem met dit boek was dat het een typisch eerste boek is. En in het eerste boek daarmee bedoel ik van dat je dat zo'n boek best wel stoelt op autobiografische gegevens. Want je moet ergens beginnen. Je moet zelf nog ontdekken wat voor soort schrijver je eigenlijk bent. Met het eerste boek weet je dat nog niet. Dus dan ga je heel erg leunen op autobiografische dingen. Maar op een gegeven moment kwam ik erachter dat al die autobiografische gegevens die ik erin had, dat die het verhaal in de weg stonden. Dat ze obstakels begonnen te vormen. Van dat die loop uit het verhaal. Want het verhaal schrijft eigenlijk zichzelf, komt het daarop neer. Als jij maar een verhaal hebt, dan blijkt dat een eigen loop te nemen of zo. Nou, ja, eerlijk gezegd bij mij wel, ja. Ja. Dat hoor je wel vaker, ja. En dat vind ik ook echt het meest fascinerende aan het schrijven van een roman. Dat is echt magic. Op een gegeven moment schrijft het verhaal zichzelf, of eigenlijk de personages. Die gaan het voor het zeggen krijgen. In het begin zet je ze neer en je bedenkt daar een karakter bij, maar op een gegeven moment gaan die karakters zich zo gedragen of staan ze zo als een huis dat ze zelf de loop van het verhaal gaan bepalen. Ja. En het boek wat hiervoor uitgekomen is, De Boeisoldaat, dat speelt ook in Afrika, dat speelt in Oeganda. In Oeganda, ja. Is dat ook zo'n verhaal? Nee, het is eigenlijk een heel ander soort verhaal. Dat is echt een puur fictieverhaal. Hè, het is mijn tweede boek. Dus, en dat is niet gebaseerd op dingen die je zelf hebt meegemaakt of gezien? Maar ja, ook wel. Een heleboel ervaringen van mij, want ik heb in Oeganda gewoond. En een heleboel ervaringen. Ik bedoel, anders kun je zo'n boek natuurlijk ook niet schrijven. En alles wat ik daar heb meegemaakt en heb gezien, heb ik er allemaal wel in verwerkt. Maar wel in het verhaal is fictie. Het gaat over een vriendschap tussen een Nederlander en een Oegandees. En dat zijn fictieve figuren. Ja, dan heb je 2 romans geschreven. Voor de rest ben je jarenlang bezig geweest als journaliste. Doe je dat ook nog, journalist zijn? Ja, want er moet ook brood op de plank. Ja, de schoorsteen moet roken. Ja, doe ik ook inderdaad. Ja. Ja. Ja, maar het liefste zou je alleen maar dit soort boeken krijgen? Ja, eigenlijk wel, ja. Ook alleen over Afrika? Of, nee hoor, niet noodzakelijkerwijs. Maar ik ben nu bezig met mijn derde roman. Die speelt zich deels af in Zuid-Afrika. En deels in Amsterdam. Trouwens, dit boek alleen Dapper te zijn speelt zich ook nog voor een deel af in Amsterdam. En ja, want 2 van de reisgenoten ontmoeten elkaar daarna weer in Amsterdam. En krijgen iets moois of niet moois met elkaar. Dat laten we een beetje in het midden. Ja, en dan eindigt het ook nog in de oorlog in Liberia.
Ja. Dus dat is ook gaan weer even wat anders. Het is van Afrika naar Amsterdam en weer terug. Ja, ja. En het volgende boek alleen maar van Afrika naar Amsterdam? Nee, van Amsterdam naar Zuid-Afrika. Ja. En dan weer terug? Nou, dat zijn eigenlijk vier verhaallijnen. Amsterdam, Zuid-Afrika, Amsterdam, Zuid-Afrika. En dan komt alles samen in Zuid-Afrika op een gegeven moment. En daar gaat het eindigen. Ja, gaat er nog een keertje een boek komen alleen maar in Amsterdam? Ja, misschien wel. Je weet het maar nooit natuurlijk, hè? Ja, nee, dat sluit ik helemaal niet uit. Oké, beste kijkers. Dankjewel, Edith Torp, voor dit gesprek. Beste kijkers, het is maar dat u het weet. Misschien komt er ooit nog een boek alleen maar over Amsterdam van Edith Torp. En tot zover dit interview.